Suriname heeft afgelopen maandag de 12e Island Airport Safety Committee, IASC, geopend in Sint Maarten. Deze conferentie gaat over de luchthavenveiligheid van alle lidlanden van het comité. De IASC is een groep van specialisten op het gebied van luchthavenveiligheid, afkomstig uit Antigua en Barbuda, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en Suriname. De onderdirecteur operationele en technische zaken van de NV Luchthavenbeheer, Dharmendra Pillai, is de huidige president van de IASC. Tijdens de conferentie, die van 21 tot en met 25 mei wordt gehouden, wordt er van gedachten gewisseld over de aspecten van operationele veiligheid. Voordeel voor Suriname is dat er kennis wordt vergaard en overgedragen. Daarnaast kan er ook aan airport benchmarking worden gedaan. Tevens is de conferentie ook een kans om de samenwerking met de andere landen te verstevigen. De conferentie heeft een jaarlijks terugkerend karakter en wordt steeds in een ander lidland gehouden.